Hoi, vandaag ga ik jullie laten zien hoe je deze hamburger moet maken met je Rainbow Loom. De middelste rij steekt iets uit ten opzichte van de andere rijen en de pijl wijst naar je toe. Pak één enkel bruin elastiekje en plaats die in de middelste rij naar beneden. Nou ja, dit is eigenlijk de kleur voor deze lichtbruin en ik ga inderdaad vandaag precies dezelfde maken. Pak nu 2. Ga naar rechts. En ook 2 naar links. We gebruiken nu gewoon 2 bandjes tegelijk telkens. En ga nu links. Ho. Ga links 1 keer naar beneden. In het midden. En ook rechts. En nu ga ik dit deel maken. Waar ik heb hier 3 elastiekjes gebruikt. 1 rood, 1 lichtgroen en 1 donkergroen. En dat geeft een heel leuk effect. Dus dat ga ik nu weer doen. Ik plaats die hier zo onder. Pak ze nog een keer. Het maakt niet echt uit hoe ze in welke volgorde ze zitten. Plaats in het midden. En een laatste keer plaatsen rechts. Nu ga je met donkerbruin. Met 2 donkerbruine bandjes. Ik gebruik weer 2 bandjes. Dit is voor de hamburger en hier ga je 1 keer naar beneden. De hamburger hier zo onder. En ga ook in het midden naar beneden. Ja, ik moest even mijn 2 stiekjes pakken. En als laatste ga je rechts naar beneden. En nu vanuit deze pin in het midden. Ga je met 2 bandjes zo schuin hierheen. En ook met 2 bandjes schuin de andere kant op. Zodat dit dicht is. En nu pak je weer je kleur voor je burger. Nou ja, burger eigenlijk ja, dit. Voor het brood eigenlijk. Ja, dat bedoel ik. Want de burger is natuurlijk het bruine, het donkerbruine. Ga naar beneden. Ook in het midden. En als laatste rechts. Pak nu nog 2 van die bandjes. Doe zo schuin hier. Maak wat hier dicht. En ook schuin aan de andere kant. Zo. Pak nu nog een enkel lichtbruin elastiekje. Dan gaan we een cap-end maken van 3 ringetjes. Dus 1, 2, 3. Pak nu je haak en steek in de capband. En pak dan de bovenste 2. Ga zo schuin naar onder. En we moeten nog even 1-2 elastiekjes toevoegen. Sorry, ik was het even vergeten. Pak 1 bruin elastiekje. Plaats hem op deze pin. In een 8 naar de overkant. En nog 1 rood elastiekje. In een 8. Hier. Nou, dan kunnen we weer verder met haken. Doe de capband weer naar achteren. Pak 2, de bovenste 2. Gaan hier zo naar beneden. Als laatste deze. Gaan hier naar voren. Nu haken we links naar voren.
en ook rechts. Ga ik nu vanuit het midden, hier zo, schuin naar beneden. Pak de bovenste twee en haak die naar de pin waar die vandaan komt. Doe dat ook aan de andere kant. Duw het even naar beneden om plaats te maken. En haak in het midden ook naar voren. Ik ga nu in het midden verder naar voren haken. Oh ja, en je doet echt altijd alles naar beneden en pak dan de onderste twee. Dat is inderdaad erg belangrijk. En hier pak je dus de onderste drie. Bij deze. En deze haak je naar het midden. Dan gaan we ook rechts. Duw hier alles naar achteren. En dan pakken we de onderste twee. Die haak je naar voren. Steken we hierin. Onderste twee. Ja, we duwen ook altijd alles naar... Nee, hier moet je de onderste drie pakken. Hier alles naar achteren. Onderste twee. En deze twee gaan schuin naar het midden. Duw hier alles naar achteren en pak de onderste enkele. Dus onderste één eigenlijk. Haak die naar voren. Dan zie je hier zo twee bandjes. Haal de onderste over de bovenste en over de pion heen. Pak dan het enkele bandje nog. Trek hem zodat je een knoopje hebt gemaakt. Nu is alles gehaakt zoals je kunt zien. Je ziet overal dubbelvormen. Nu kan je hamburger van de lul af. En ik doe dat met de achterkant van mijn haak. En ik trek hem er niet af, want dat is zonde. Want dan kunnen er nog elastiekjes knoppen. En dat zou jammer zijn. Nou, mijn hamburger is van de loom af. Trek hem nog even in vorm. Trek het knoopje aan. Kun je aan de achterkant het knoopje wegwerken. Door ergens in te steken. Het lusje op je haak te zetten. En er... Ja, ik doe het even opnieuw in mijn... doorheen te trekken. En dit doe je dan net zo lang door totdat hij goed weggewerkt is. Zo. Nou. Dit was de video. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.